twee dagen lang de ICT Summit, welke wordt gehouden met een aantal belangrijke actoren, waaronder verschillende stakeholders, ook vanuit het, vanuit de overheid en het bedrijfsleven. Wat is het grotere doel van zo'n ICT Summit die er vanwege COVID-19 nu na 4 jaren weer wordt gehouden? We spraken er met voorzitter Ramle Khan van de ICT Associatie Suriname en hij laat er meer licht schijnen over de ICT Summit, welke 2 dagen lang, 18 mei en 19 mei, wordt gehouden bij Hotel Torarica. ICT Summit 2023 gestart. Wat is het grotere doel hiervan? Bedankt allereerst voor jullie komst, Trishul, team. En de ICT-associatie heeft dus na 4 jaren weer haar summit georganiseerd. En evenals bij de voorgaande summits is het doel om nog steeds de gemeenschap enerzijds kennis nog eens een keer te laten maken over de nieuwere technologieën die in de afgelopen 4 jaren zijn ontwikkeld en die zijn gelaunched. Dat is de eerste deel. Het tweede deel is om de private sector ook uit te nodigen, want zij zijn meestal de afnemers van deze ICT-oplossingen. Anderzijds onze eigen leden uit te nodigen, want die zijn dus dan de dienstverleners van deze ICT-oplossingen. En ten vierde, dat is de overheidssector ook uitgenodigd, want zij zijn de regulator en de wetgevende onderdeel die ook ICT-oplossingen eigenlijk reguleren. Dit zijn dus dan de 4 stakeholders. Niet te vergeten, we hebben ook 30 kaartjes gratis meegegeven vanuit onze sponsoren aan studenten die ook geïnteresseerd zijn in ICT. Dus zo hebben we ook de studenten kunnen meekrijgen. Dat zijn de 5 groepen die hier aan de summit participeren. Er zijn lokale en internationale bedrijven en sprekers die allemaal verschillende topics op het gebied van ICT ontwikkelingen daarbij hebben gepresenteerd, zullen presenteren, zodat dan ieder aligned is en we dan zo een beter Suriname kunnen maken. En tussen de laatste 4 jaar geleden en nu, heel veel ontwikkelingen? Ja, zeer zeker. De reden waarom er daarna geen ander summit is geweest is tweeledig. Allereerst was er dus dan de COVID-19 in 2019 en 2020. Daarna was er een wissel van de associatie qua bestuur. En nu hebben wij dus, ik ben vorig jaar gekozen. En nu zijn we dus dan in de gelegenheid om de summit te organiseren. Qua technologie is een van de snelst groeiende sectoren qua ICT en daarbij zijn er dus dan een heleboel diensten opkomen, met name vanwege COVID-19 opkomen stijgen. Daarbij bijvoorbeeld is een van ze in artificial intelligence, ieder heeft het nu over ChatGPT, waar je gewoon alle informatie kunt krijgen vanuit een AI-driven machine. Zo heb je dus dan ook een stukje social media management, ieder is nu op Facebook, ieder is op WhatsApp, ieder heeft een YouTube-kanaal. En maar op. Dus dat zijn allerlei verschillende nieuwe technologieën die we eigenlijk zullen uitwisselen met de andere sectoren. Want als ICT-sector zijn we meer de enabler, zodat de andere sectoren het maximale kunnen halen uit automatisering en noem maar op. En merkt u dat de interesse wel heel groot is voor een dergelijke summit? Ja, een week voordat we, voor vandaag, dus vandaag is de eerste dag, een week daarvoor was alles al uitverkocht. Dus dat geeft al aan dat er een hele hoge animo en interesse is in ICT en wat ICT kan gaan betekenen voor Suriname. In cijfers uitgedrukt, de IDB heeft in december 2021 een onderzoek gedaan en daar hebben ze gezegd, door 2% investering van ons GDP in ICT zal dat teweeg brengen een 8% uitkomst in ons GDP. Dat betekent dus dat we 4 keer meer waarde kunnen halen dan we nu al halen uit de ICT-sector. En dat zijn hele simpele oplossingen. Als we gewoon kijken naar COVID-19, kinderen konden niet naar school, maar als we een educatieplatform hadden waar studenten online lessen zouden kunnen volgen, was dat geen probleem geweest. Als we kijken naar de health sector, daar zijn er ook nog geen centrale oplossingen, waardoor mensen bijvoorbeeld tijdens COVID-19 precies zouden weten waar ze wel of waar ze niet mochten gaan vanwege de besmettingsratio's. Dat zijn enkele voorbeelden waarbij ICT hele snelle, hele simpele oplossingen kan teweegbrengen ten behoeve van de gemeenschap. En hoe is de ontwikkeling zelf, wat voor wat betreft ICT in Suriname, kunnen we het allemaal bijbenen? Ja, de ontwikkeling kunnen we zeker bijbenen. Je hebt een paar
grote bedrijven die trendsetter zijn. Neem maar bijvoorbeeld Telesuur die een 5G-netwerk heeft geïntroduceerd. Ik ben ook directeur bij Datasuur. Daar hebben we cloud solutions en artificial intelligence solutions kunnen introduceren. Een andere lid, Qualigy bijvoorbeeld, die heeft ook een stukje outsourcing kunnen implementeren. Dus er zijn een heleboel initiatieven vanuit ons leden van de associatie die heel veel zaken hebben kunnen implementeren. Wat we ook hebben gedaan is een Vision 2030 plan gemaakt. Dus we weten precies vanaf 2021 tot en met 2030 wat er moet gebeuren binnen de ICT-sector. Willen we Suriname helpen groeien qua digitale ontwikkeling, digitale groei en digitale inclusiviteit. En daarbij heeft de president vanochtend tijdens zijn opening speech ook de ICT Vision Task Force geïmplementeerd en geïnstalleerd, waardoor we de eigenlijk richting geven aan de implementatie van de Vision 2030 plan. Wat moet er specifiek gebeuren bij een dergelijk plan? Yes, bij de Vision 2030 plan hebben we 5 strategische doelen uitgestippeld. Deze 5 strategische doelen monden zich uit in 49 activiteiten. En die 49 activiteiten zijn 49 projecten waarmiddels we dus dan kunnen zorg dragen dat er digitale groei en economische groei en sociale integratie, politieke stabiliteit, veiligheidsverbetering teweeg gebracht kan worden. En dit alles is heel smart geformuleerd, waardoor we het ook heel makkelijk kunnen meten. En gebeurt dat in PPP-verband? Want u zegt er is vanuit de president een commissie geïnstalleerd. Correct, dat heeft u heel goed ingezien. Het is een PPP-werkgroep, een public-private partnership werkgroep, waar zowel de private sectorbedrijven, de organisaties zoals de VSB en ASFA, maar ook de public sector, enkele ministeries zijn daarin dan ook betrokken, de ICT-associatie ook sowieso, zodat we dan kunnen convergeren en een stukje synergie kunnen creëren, zodat we daadwerkelijk Vision 2030 volledig kunnen implementeren ten behoeve van Suriname. Ja, hoe zit dat stukje ICT-ontwikkeling bij de overheid zelf? Daar is er een e-government structuur voor. We hebben ook een e-government sessie zometeen, waar de directeur van e-gov, dat is meneer Praveen Ramadien, zal vertellen over wat zij precies aan strategie hebben, wat ze allereerst hebben kunnen implementeren en wat er nog te implementeren valt. Als ik ook gewoon kijk als voorzitter ICT-associatie naar e-gov, er is een hele mooie strategisch plan samengesteld. Er zijn al een paar stappen gelegd voor het digitaal ophalen van een CBB, je e-ID, je rijbewijs, straks ook je paspoort. Dus er worden wel allereerst stappen gedaan. En ik weet ook dat het plan zegt dat er veel meer gedigitaliseerd kan worden. Er is zo bijvoorbeeld ook een safe city waar op bijna elk hoek binnen het stad er zo'n cameranetwerk is waar alles gemonitord wordt. Dus er is best veel dat gebeurt. Enige is, there is always room for improvement. Daarom nemen wij hen ook mee. En wat zegt u dus dat er huiswerk is na die 2 dagen? Eigenlijk hebben we 3 main doelen. Doel nummer 1 is een volle bezetting krijgen. Dat hebben we kunnen afvinken. Doel nummer 2 is een Vision 2030, dat Vision 2030 taskforce kunnen implementeren. Dat is ook vanochtend bekrachtigd en goedgekeurd door de president. Dat is doel nummer 2, is ook gerealiseerd. Doel nummer 3 is kennisuitwisseling. Een kennisuitwisseling met het feit dus dat de verschillende sectoren ook diensten kunnen afnemen vanuit de Surinaamse ICT-bedrijven. Meestal als mijn ICT-inkoop is het uit het buitenland. Dus dat is ook een ander doel, dat we de Surinaamse ICT-bedrijven enabelen om zodoende meer business uit de summit te kunnen halen. Dat is dus dan doel nummer 3, kennisverspreiding en ook een stukje business opportunity. Ja. Maar u zelf, als voorzitter, zegt u, van de ICT-associatie, wat heeft u voor uzelf als taak genomen? Wat ziet u voor uzelf als prioriteitsgebieden? Voor mij als ICT-voorzitter is de implementatie van Vision 2030 priority number one. Reden waarom? Want dat alleen garandeert dat Suriname vooruit kan komen op elk gebied. ICT is een enabler van alle andere facetten. Grote landen zoals Dubai, India, Engeland, USA en noem maar op. Zij hebben jaren geleden, 10 jaar geleden zeker, al zo'n vision plan geschreven. En nu plukken zij daar de vruchten van af. Dus wij als Suriname moeten daar ook prioriteit aan geven, zodat een digitale infrastructuur daadwerkelijk veel meer kan gaan betekenen voor Suriname. Dus dat is mijn hoogste prioriteit. Waar staat Suriname, voor zover u dat weet als voorzitter, in de regio of op landenlijst
qua ICT-ontwikkeling? Ja, qua ICT-ontwikkeling staan we nu op de middenmoot volgens een IDB gedane studie. En als we ons Vision 2030 blijven uitvoeren, dan kunnen we zeker binnen de top 30 komen. We zijn nu rond nummer 4, tussen nummer 40 en nummer 60 op verschillende gebieden wat ICT betreft. En wat kan zo'n Vision 2030 tot een succes maken? Samenwerking. Ja, samenwerking. Het gaat niet om de technologie, want technologie is heel simpel te implementeren. Het gaat echt om samenwerken, het hebben van focus, het hebben van de juiste stakeholders en het hebben van commitment daarbij. En een stukje integriteit, een stukje transparantie en een stukje nauwkeurigheid.